Na 2 coronajaren kunnen we ons de komende tijd ook weer opmaken voor de griep. Veel mensen kunnen, als ze willen, een griepprik halen. Maar wat zit daar eigenlijk in en hoe wordt dat bepaald? De enige reden waarom je wil vaccineren is omdat je de mensen wil beschermen. Dus het is niet de bedoeling dat je iets verkeerds geeft. Want het is altijd maar de vraag van klopt het? Dus het is altijd spannend. Jaarlijks krijgen meer dan 800.000 Nederlanders griep. De meeste zijn een paar dagen ziek, maar duizenden mensen overleven hun besmetting niet. Ter bescherming krijgen miljoenen mensen elke winter een griepvaccin aangeboden, de kwetsbare groepen. Denk aan 60-plussers en mensen met chronische aandoeningen als long- of hartziekte, diabetes of obesitas. Maar ook het zorgpersoneel. Het wordt ingespoten met kleine stukjes eiwit van die virussen die in het vaccin zitten. Waarvan het lichaam denkt van, hey, dit is een griepvirus. En dat betekent dat je dus antistoffen gaat maken tegen die eiwitten. En dan op het moment dat je het virus tegenkomt, dan ben je als het goed is beschermd, omdat het lichaam die antistoffen dan al heeft gemaakt. Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Er zijn verschillende typen. We vaccineren alleen tegen A en B, want die geven de meeste klachten. En die hebben ook nog eens allerlei subvarianten. Want net als bij corona veranderen ook influenzavirussen continu. Het vaccin moet dus ook elk jaar worden aangepast. En de vraag is natuurlijk, hoe? De truc van het ontwikkelen is dat je heel goed monitort wereldwijd, zeg maar, hoe die virussen zich ontwikkelen. Voordat het vaccin de arm ingaat, zijn deskundigen er ruim een half jaar mee bezig. De 4 griepcentra van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO kijken samen met gezondheidsinstanties wereldwijd welke virussen rondgaan. Op basis daarvan bepalen ze wat er in het vaccin moet. En het gekke is eigenlijk dat wij voor het noordelijk halfrond, het vaccin wat wij nodig hebben, dat baseren we op wat er in het zuidelijk halfrond een half jaar daarvoor circuleert. Dus we lopen eigenlijk altijd een beetje achter de feiten aan. Als het precieze vaccin eenmaal is bepaald, kunnen de fabrikanten aan de slag. Mensen die voor de griepprik in aanmerking komen, krijgen van hun huisarts een oproep. En dan maar afwachten of er inderdaad is gekozen voor het juiste vaccin. En is dat dan ook een beetje spannend om te kijken of dat uitkomt? Ja, tuurlijk is dat spannend om te kijken of dat uitkomt. Er zit een element van voorspelling in. Kijk, we weten dat die virussen veranderen. Hè, maar nooit zo verschrikkelijk veel dat het weer een heel ander virus wordt. Dat gebeurt natuurlijk maar zelden. Hè. Dat hebben we in 2009 met de Mexicaanse griep gehad. Dan heb je opeens een heel ander virus. Dan krijg je ook inderdaad weer een pandemie. Maar zolang dat virus maar een klein beetje blijft veranderen, heb je het meer over epidemieën en onze wintersgriep, zeg maar. Bedankt voor het kijken. En wil je meer video's zien van RTL Nieuws? Download dan onze app of ga naar www.rtlnieuws.nl.